Op een deels zonovergoten Le Canonnier, waar Club Brugge AA Gent in het vizier heeft. Als Brugge hier wint, springt het over Gent naar de vierde plaats. Brugge gaat dat doen met Klukowski en Van Heerde op de bank. Die hebben verre interlands achter de rug, zijn te vermoeid. In hun plaats spelen Anglebert en Gosdenovic. Matondo, Priske. Leko, draaien, Balaban, Anglebert en Blondel met bijna zijn eerste van het seizoen. De vervanger van Koundaarde met een goed schot. Afgelegd door Anglebert, grondscherende trap, halve meter naast. Jonathan Blondel, we spelen dit kwartier. Vermand, met een beetje geluk blijft hij in balbezit. Bosco Balaban. Het voetje van Daan van Gijzeghem. Weer Vermand. Balaban moet scoren. En de vlag voor buitenspel. Toch de hoogte in. Dat zouden we graag nog eens zien. Nee, dit was in geen 100 jaar buitenspel. Balaban miste gelukkig voor de scheids en voor de lijnrechter. Kustovic, weggestuurd door Fellay. Kustovic met de loop. En Steijnen achteruitlopend bokst hem over zijn doel. Dit was misschien wel de beste kans uit de hele wedstrijd. Niet vergeten dat onterecht afgevlakte buitenspel voor Balaban. Maar dit doet hij goed hoor, Kustovic. 10 goals voor de winterstop. 3 erna, alle 3 tegen Beveren. Maar dit was zeer keurig. Spelen een half uur. Balaban alweer, balverlies. Dugardijn duidelijk op de bal. En nu Kustovic weggestuurd. Met voorzicht Van der Lanwatte. Priske komt bijsluiten naar binnen. Fellay en Van der Lanwatte zonder een hand of met een hand. Publiek vindt met een hand. Maar het is nog niet gedaan. Kebe met de goal! 1-0 voor Mouskroen. Steijnen als een dolle uit zijn doel. Waarom? Hierom, Clément tegen de grond. En Stijn Steijnen krijgt geel. Dat hoeft hij ook weer niet. Nog eens kijken. Ja, Clément ligt daar natuurlijk nog op de grond. Daarom zijn ze razend. Omdat Moustoen die bal niet buiten trapte. En anders stond GB ook buiten spel natuurlijk. Had hij er niet gelegen. Vreemde fase. Hier gebeurt het, hier blesseert Clément zich. En dat is de doelpuntenmaker Kebe, niet opzettelijk. Maar ja, zeer vervelend. En we krijgen dus Joost Valgaren voor de geblesseerde Philippe Clément in die actie van de goal. Hier zit hij, dat is dubbele pech. Dat is Denovic. Een goede kap. En nu Julio Matondo zoeken. Matondo met een kopballetje. We gaan rusten bij 1-0 voor Mouskroen. Dit is ook een rustbeeld. Philippe Clément richting Draagberry en richting ziekenhuis misschien, wie weet. Brugge is hier niet zo heel erg ver vandaan. Een wissel bij Club. Elrio van Heerde komt erop in de plaats van Jonathan Blondel. Dugardijn, goede partij. GB. Kustovic, geen buitenspel. Kustovic! En 2-0 voor Mouskroen. Derde minuut in de tweede helft. Fellay met een sublieme paas. En Adnan Kustovic met zijn 14e van het seizoen. Nog maar zijn 4e na de winterstop. Kijk, hier vraagt hij de bal al en dan is het een lijn die blijft staan bij Club. En één simpele schoentip van Adnan Kustovic. 2-0. Die mag je eens opblinken. Julio Matondo. Leko. Van Heerde.
Goeie pas van Onglebert. Daar is Leko. Die van Leko legt hem binnen. Prachtige goal van Club. En dat verdienen ze ook wel. 2-1. En het is nog lang. Het is nog 32 minuten. Plots